Een van de belangrijkste nieuwe speerpunten die al in gang gezet is door het vorige kabinet overigens, is het verbieden van voorbereidingshandelingen die in het kader van harddrugs wel als strafrechtelijk verboden zijn. Dat zal ook na wetswijziging van de opiumwet het geval zijn met voorbereidingshandelingen ten aanzien van softdrugs, dus hennep. En dat maakt wel verschil, want daarmee kun je kweek werkelijk tegengaan. Want het is al verboden, maar nu worden ook voorbereidingshandelingen straks verboden. Dus dat betekent dat alle apparatuur die je benodigd hebt voor kweek ook verboden zal worden. En dat die voorbereidingshandelingen dan verboden worden, maakt dat jullie taak nog anders? Nee, wij zullen onverdroot blijven jagen op georganiseerde misdaad. Wij hopen alleen dat dit een extra barrière vormt voor criminelen om zich hiermee bezig te houden.